ons tweede adres van vandaag. Ik ben bijna in Duitsland, echt op het randje van Twente. Ik ben in Oud-Muske, want hier woont een prinses carnaval. En nou is dat in Salland en Zwolle niet zo heel erg uniek, maar hier in Twente, een vrouw aan het roer van een carnavalsvereniging, nou, dat is nog wel een dingetje hoor. De heilige slaphand. Wanneer kwam de commissie bij jou om te vragen of je prinses wilde worden? Dat was met Zomercarnaval van onze eigen vereniging. 1 september is dat geweest. En wat vroegen ze? Ik stond samen met een groepje vrouwen eigenlijk. En toen kwamen twee jongens van de commissie kwamen naar me toe. En ze zeiden zo van, nou, nu we hier toch staan, dan kunnen we het ook wel even over carnaval hebben. En toen kwam de vraag of ik de eerste opperslipster wil worden. En toen? En toen was ik heel enthousiast. Maar ik heb wel aangegeven dat ik eerst nog even over na wil denken. Omdat het niet iets is waar je zo ja op zegt eigenlijk. Nee. Waar je nog wel even een nachtje over moet slapen. Maar waarom heb je uiteindelijk ja gezegd? Want je bent de eerste vrouw. Dat ja. is best bijzonder. Ja. Je wist niet hoe het zou vallen in de vereniging. Nee, klopt. Waarom heb je ja gezegd? Dat is ook hetgene waar ik echt over na moest denken. Want op zich hetzelfde carnaval had ik gelijk ja gezegd. Maar omdat ik dan de eerste vrouw ben geweest, of ben, dan was vooral hetgene waar ik over na moest denken. Maar waarom maar heb je uiteindelijk, ja gezegd? Ja, ik ben wel overgehaald. Maar ik vond het ook wel heel bijzonder dat ze mij als eerste vrouw hebben gevraagd. Dus dat heeft uiteindelijk ook wel het voordeel gehad, laat me zeggen, dat ik wel ja heb gezegd. Wanneer was het moment dat jullie, het heldere moment dat jullie dachten van, hé, een vrouw, dat kan ook wel eens leuk zijn? Ja, wij zaten als opperslippercommissie, zeg maar, bij elkaar met een aantal personen. En wij zijn als vereniging zijnde altijd op zoek naar iets apart, zeg maar. En toen dachten we eens een keer met elkaar van, waarom nou niet een vrouw? Ik denk, ja, een keer wat anders dan. Zo heel apart. Anders. Ja, dat is het. Ja, dat moet ik echt zeggen. Maar met elkaar waren we het echt ook unaniem over eens. En heel vaak heb je een vrouw, zetten ze dan als derde persoon erbij naast. Ja. Als prinses. Ik zei, nee, dat vinden wij als vereniging niet mooi. Nee. Als je het mooi doet, moet je haar gewoon in het middenpunt zetten. En de rest eromheen bouwen, zeg maar. Wat willen jullie hiermee bereiken? Wat we mee bereiken wilden is dat een vrouw net zo goed carnaval kan vieren als een man. Vinden wij. Nou, dat heeft zich afgelopen zaterdag bij de opkomst van de 20e, dat was Lieke dus, wel bewezen in de tent. Hoe erop gereageerd was gewoon fantastisch. Ja? Ja, echt. Niet verbazend? Nee, absoluut niet. Meer moment van mooi dan verbazend, zeg maar. Echt, reactie was fantastisch. En die dagen daarna ook gewoon plat gebeld en geappt. En gewoon fantastisch. Het is eigenlijk niet meer van deze tijd, hè? Dat nee. Ik als vrouw kan het ook zeggen. Ja. Dat wij vrouwen gewoon niet gekozen zouden kunnen worden, toch? Nee, inderdaad. Want je hebt inderdaad bij een aantal verenigingen heb je wel een mis. Maar die staat dan eigenlijk naast de prins en adjudant. En bij ons is het nou zo dat, ja, dat ik eigenlijk de hoogheid ben met mijn twee adjudanten. Die dan wel weer mannelijk zijn. Ja, ja. Kijk, een vrouw aan het roer, een statement maken, dat doen ze hier in Oud-Marsum. Daar zijn wij van Expeditie Oost heel erg dol op. Vinden we nieuws, komen we langs. Heb je ook iets leuks, iets bijzonders, iets opvallends? Mail ons expeditieoost@rtvoost.nl. En wie weet komen we langs. Fijn weekend, tot maandag!